Henk van Straten wordt een schrijver in opkomst genoemd. Ik ben altijd een beetje bang, omdat hoe lang kun je schrijver in opkomst blijven, weet je wel? Op een gegeven moment ben je gewoon de schrijver die het niet maakte. Van Straten schrijft columns in de Frits en Revue, boeken en maakt nu zelfs een regiedebuut in een film. Afgelopen weekend deed de Eindhovenaar mee aan het 48-hour filmproject in Breda. Binnen 48 uur een korte film schrijven en maken. Komt onze Dave vandaan? Helemaal uit dit puntje. Daar bent u hem gaan halen? Nee. We hebben hem op Schiphol gehaald. Ja, dat was mijn regiedebuut. Ik heb het wel samen gedaan met Maarten J. Boer van Turbo Turbo. Dat is het filmbedrijfje waar ik het mee samen heb gedaan. Maar ik vroeg me wel al heel lang af of ik het kon, of dat ik er een beetje gevoel voor had. We hebben veel gewonnen. We zijn sowieso hebben de runner-up gewonnen, dus we zijn de tweede beste film. Beste acteur, beste regie hebben gewonnen, dus dat is hartstikke leuk. En een nominatie voor beste script, beste acteur. En we hebben nog een publieksprijs gewonnen. Ik wil hier wel mee verder, ja. Nou ja, misschien niet direct, maar ik vind het wel heel fijn om te weten dat ik dit kan. Of weet je wel, dat ik het inderdaad in de vingers heb een beetje. Een boek voor jou verfilmen? Een boek, ja, en ook het dan zelf verfilmen. Ja, dat lijkt me wel leuk, ja. Ja, ik had het er wel over met die jongens van Turbo Turbo om Kleine Stinker, mijn debuutroman. Want het is ook hun droom om een keer een lange film te maken, weet je wel. Dus dat zou wel heel gaaf zijn als dat samen kon of zo. Oh, lekker thuiskomen, meneer. De volle 7,5 minuut bakkie doen is vanaf woensdagochtend te zien op turboturbo.nl.